Capreton, dat is de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in de Bommelerwaard. Het is een vereniging die als doelstelling heeft om de verbinding tot stand te brengen tussen enerzijds duurzame land- en tuinbouw en anderzijds het behoud en beheer van het landschap in de Bommelerwaard. Ik heb samen met mijn vader een fruitteelbedrijf. En wij zitten in de hoogstamwerkgroep van de Capreton. Die ondersteunen wij met werkzaamheden en met onze kennis om hoogstambomen aan te planten en te onderhouden. En achterstallig onderhoud weg te werken van bestaande boomgaarden. Dit is de kaart van de Bommelerwaard. Die gekleurde gebieden, dat zijn gebieden waar natuurbeheerplannen heeft toebedeeld, waar dus ook subsidie aangevraagd kan worden. Hier heb je het stukje van Alem. Het wordt hier nader toegelicht. Hier kun je dan ook zien waar onder andere de heggen in 2005 zijn aangeplant. En dit is gedaan om het landschap te verfraaien en het in oude staat weer terug te brengen. De werkgroep van de Capreton doet het beheer, inrichting en onderhoud van de natuur in de Bommelerwaard. Aan het einde van het project plaatsen wij altijd een bord om te laten zien waar de Capreton in de Bommelerwaard mee bezig is. Een van de doelen van de werkgroep Plattelandstoerisme van de Capreton is om bewoners van de Bommelerwaard en toeristen te laten zien hoe mooi het landschap in de Bommelerwaard is. Een ander doel van de werkgroep Plattelandstoerisme is om de burger en de consument dichter bij de agrarische sector te brengen, dichter bij de boer te brengen, om zo te laten zien hoe voedsel gemaakt wordt en om kennis te laten maken met streekproducten uit de Bommelerwaard, zoals aardbeien en boerderijijs. We proberen die doelen te bereiken door het uitzetten van wandel- en fietsroutes en door het organiseren van open dagen op boerderijen. En verder denken we mee over het ontwikkelen van activiteiten, zoals hier de Boerengolf, om het toerisme te bevorderen. De verbondenheid waarbij lokale agraris en de burger ze inzetten voor een leefbare Bommelerwaard, waarbij economie en landschap hand in hand gaan, is een doel waar de Capreton zich voor inzet. De gronden, welke terug worden gegeven aan de natuur, ter compensatie van wegenbouw of ruimte voor water, zullen door lokale agraris worden beheerd. Hierbij creëren zij meerwaarde uit restproducten.